In deze video laten we je zien hoe je een infuuszakje kunt aansluiten en ontluchten op een CAT-SOLUS-VIP-pomp. In deze video wordt het instellen van de pomp niet behandeld. Daarvoor kun je een andere training volgen. De volgende materialen dien je klaar te leggen: een infuuszakje met medicatie, subcutaan infuusnaaltje, CAT-infuusysteem met spijk, CAT-SOLUS-VIP met sleutel en een tas ten behoeve van de pomp. En zakje. Open de verpakking van het infuuszakje, het infuusysteem en de subcutane infuusnaald. Draai de bescherming van de infuuszak en draai de huls van de spijk. Duw met een draaiende beweging de spijk in het infuuszakje tot aan de verdikking van de spijk. Let op, te ondiep of te diep kan lekkages veroorzaken. Verwijder de beschermdopjes en koppel daarna het uiteinde van de infuuslijn aan op het zijpoortje van de subcutane naald. Pak de Kat Solus VIP-pomp erbij en draai met het sleuteltje in de zijkant het slot van de pomp af en trek vervolgens de hendel naar voren om de beschermhoes te verwijderen. Sluit nu de doorvoercassette van het infuusysteem aan op de pomp. Hou de cassette op deze plek en druk de hendel weer terug naar boven. En zet nu de pomp weer op slot met de sleutel. De pomp vraagt of je de lijnen wil primen. Druk op de knop rechts onder het scherm bij Ja. Toets nu de code in met de pijlen en toets Select om naar het volgende vakje te gaan. De lucht in het infuuszakje dient nog verwijderd te worden door het te primen. Keer het zakje om en zorg dat de lucht voor de ingang van de spijk zit. Druk nu op de knop rechts onder het scherm om te primen. De luchtbel wordt nu eerst uit het infuuszakje gehaald. Als de luchtbel weg is, kun je het zakje neerleggen. Zorg ervoor dat alle lucht uit de lijn verwijderd is door het te prijmen en dat de infuusnaald ook ontlucht is. En stop het prijmen met de knop links onder het scherm. Tot slot plaats je het infuuszakje in het tasje. Zet met het klittenband het infuuszakje, de spijk, de lijn en de pomp vast. Plaats de pomp zo dat je het scherm vanaf de buitenkant kunt zien en bedienen. Zorg ervoor dat er geen knikken in het systeem komen. De pomp is nu klaar voor gebruik. Gebruik bij het wisselen of afsluiten van het infuuszakje met medicatie de blauwe katheterklem. Plaats de klem net boven de spijk op het aansluitpunt van het infuuszakje. Draai nu de spijk uit het infuuszakje. Het infuuszakje is nu afgesloten en lekt niet. Retourneer het infuuszakje aan de apotheek.